Nou, heeft u nog een advies voor mensen die nu van plan zijn om vreemd te gaan? Doe je best. Nee, niet doen. Oh, het is Valentijnsdag. Het is Valentijnsdag, niet doen. Dus nog een keer. Blijf trouw. Valentijnsdag, de dag van de liefde. Maar uit onderzoek blijkt dat 22% van de jongeren zijn of haar partner digitaal in de gaten houdt of diegene wel te vertrouwen is. Heb jij wel eens je vriendin online in de gaten gehouden? Ja, niet echt. Wel een beetje? Ja. Waar kijk je dan naar? Ja, gewoon Instagram of zo. Heb je dat bij haar wel eens gedaan? Ja, tuurlijk. Ja. Waar kijk je dan naar? Bijvoorbeeld op Insta of TikTok, even bij de volgers kijken of zo. Maar het is niet dat ik elke dag doorheen zit scrollen of zo. Nou, ik zit op zijn Instagram-account, maar ik doe er niet veel mee. Oh, daar ben je gewoon op ingelogd op je eigen telefoon? Ik ben erop ingelogd, maar ik doe er niks mee. Oké, maar je zou eventueel kunnen checken wat daar allemaal gebeurt. Het zou kunnen, als ik zou willen wel, ja. En waarom is dat dan? Vertrouw je hem niet? Jawel. Je hebt een onderzoeksbureau, een recherchebureau, je bent privédetective op het gebied van overspel ook. Leg eens uit, wat houdt dat in? Nou, het is zo, mensen hebben inderdaad een onderbuikgevoel van mijn partner gaat vreemd of niet vreemd. Ja. Natuurlijk is er dan al iets mis, zeg ik altijd. Waarom zou je het überhaupt dan nog controleren? Moet ik me echt voorstellen dat jij een krant zit te lezen op een bankje en dan over dat krantje heen gloeit? Gaat het echt zo of is dat een beetje uit een film gegeven? Nou ja, het kan soms zo gaan, maar ik ben bijvoorbeeld zelf wel eens in een stad als moslima ben ik over straat gegaan en iemand gevolgd op die manier. Ja. Je zorgt dat je natuurlijk onherkenbaar bent en de middelen die zijn heel divers. Heeft u ervaring met vreemdgaan? In het verleden wel, ja. En bent u zelf de vreemdganger? Ja, natuurlijk. Ik kan niet mis, hè. En waarom deed u dat dan? Ja, voor de seks, hè. Vertrouw jij je vrouw? Voor geen meter. Waarom nu? Je moet niemand vertrouwen. Echt? Behalve jezelf. Vertrouw jij hem ook zo erg dat jij nu jouw telefoon aan hem geeft en jij jouw telefoon aan haar? Ja, ja hoor. En dan WhatsApp openen? Ja, hoor. Ja. Durven jullie dan ook elkaars telefoon aan elkaar te geven? Nee. En mag ze nu in uw WhatsApp kijken? Ja, we mag alles zien. Wat zien we daar allemaal? Nou, ik zelf gelukkig bovenaan. Oh, ik zie Maarten. Wie is Maarten? Dat is mijn broer. Wie is Roy? Dat is Roy. Oh, ik ben Roy. En wie is die ene vrouw? Welke ene vrouw? Dat is zijn moeder. Oh, oké. Okay. Ja. Even kijken. Wie hebben we hier kijken. Ik mocht kijken, toch? Hij vertrouwt mij, jou niet. Wie is Eefje? Zusje. Ik ken iedereen met wie ze loopt te appen. Geen geheimen. Nou, wat goed. Zoals het hoort, hè. Ja, vandaag toch? Regelen we ons niet kapot, jongens. Vandaag ja, jammer. Niet. Hoe kan het toch dat steeds meer jongeren, maar ook ouderen, elkaar ja, toch niet lijken te vertrouwen, elkaar gaan controleren? Wat heeft het voor zin? Kijk, sommige mensen denken er is sprake van eeuwige trouw, want het hebben we aan elkaar beloofd. Ja. Maar de vraag is of de andere partner daar inmiddels na 10 of 20 jaar ook nog steeds zo over denkt. Dus ga met elkaar in gesprek. Ben je zelf wel eens tegen de lamp gelopen? Zeker. En daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Dus we kunnen heel schijnheilig doen dat we dat soort dingen niet doen. Het is menselijk, het gebeurt. Ja. De confrontatie die je daarna krijgt is ook niet heel erg prettig. Nee. Dus je weet als je zoiets doet, het kan consequenties hebben. Ja. Uiteraard, ik ben daar ook helemaal niet trots op. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. En dan zeggen mensen ook wel eens, ja weet je, maar je hebt toch ook een bedrijf. En je moraliteit is toch heel belangrijk. Maar ik ben ook mens. Het kan iedereen gebeuren. Nou, heeft u nog een advies voor mensen die nu van plan zijn om vreemd te gaan? Doe je best. Nee, niet doen. Oh, het is Valentijnsdag. Het is Valentijnsdag, niet doen. Dus nog een keer. Blijf trouw. Klik. 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 Klik.